Deze beschouwing, die gaat over de theorie achter de massale immigratie. Hier in Arnhem, ik woon hier in het centrum van Arnhem. En hier in Arnhem is het heel gewoon dat mensen op straat talen spreken waar je geen touw aan vast kan knopen. Ik zou niet eens weten wat voor taal het is. Kijk, we hebben hier wel wat toeristen uit Duitsland. Arnhem, dat ligt in die nähe van die grenzen of zo. Het is niet zo ver naar Duitsland hier vandaan. Nou, soms ja, zijn er mensen uit Spanje hier op vakantie of Italianen. Dat is vakantietijd. Maar nu is de vakantietijd voorbij en nou, heel veel mensen op straat die spreken, ik zou het niet weten. Het is geen Nederlands, het is geen Engels, het is geen Frans, het is geen Duits. Ik weet het echt niet. Ze komen overal vandaan. Het aantal nationaliteiten hier in Arnhem, dat moet in de, ja, dat moet in de tientallen lopen. Ik zelf ken mensen uit voormalig Koerdistan, uit Turkije, uit Iran, uit Libië, uit Marokko, uit Somalië. Heb ik nou alles gehad? Uit India. Nou, dat is denk ik wel eens een beetje. Dat is toch vrij veel. En als ik hier naar de markt ga, dan ja, toch meer dan 30% van de mensen die wat komen kopen, die zijn van buitenlandse afkomst. Gek, hè? Wat doen al die mensen hier? Jared Taylor, die heeft gezegd, Jared Taylor, moet ik eerst natuurlijk vertellen wie dat is. Dat is een Amerikaan. En dat is iemand die is zich bewust van het feit dat mensen met een verschillende culturele achtergrond niet zomaar een eenheid gaan vormen. En hij is zich ook bewust van het feit dat mensen van verschillende culturele achtergronden een verschillend IQ hebben. Dat is vastgesteld. En dan heb je het dus over algemeenheid dan natuurlijk, hè? Dus in algemeenheid hebben mensen uit de Aziatische cultuur, ja, die hebben het hoogste IQ ter wereld. Gemiddeld, algemeen gesproken. Je hebt natuurlijk ook hele domme Aziatische mensen. En hele slimme blanke mensen. Maar gemiddeld gesproken zijn Aziaten hoger van IQ dan, hè, dan blanke mensen. En de tweede groep, dat zijn de mensen van Joodse afkomst. Dan de derde groep, dat zijn de westerse mensen, zoals ik. De Caucasians. De Caucasiërs. En dan komen, ik dacht, die Zuid-Amerikaanse mensen, zoals mestizo's. En de allerlaatste, dat zijn de negroïde mensen. En de mensen in, zeg maar, uit Afrika onder de Sahara. Dat deel van de wereld, daar wonen de mensen met het laagste IQ ter wereld. En het is gemiddeld een IQ van 70 à 80. Maar een land als Syrië, dat scoort ook niet zo hoog, hoor. Gemiddeld dan, hè? Er zijn mensen die onder het blanke ras die dit weten en die dan zeggen dat het te maken heeft met DNA. En ik zeg dat niet. Met opzet gebruikte ik net het woord cultuur. In Afrika heb je gebieden waar mensen een taal spreken. En binnen die taal die ze daar spreken, of in die taal, is er geen woord voor het begrip woordenboek. Die mensen die weten ook niet waar dat voor nodig is. Want iedereen kent toch alle woorden. Die mensen hebben wel een woord voor hoog, maar ze hebben niet een woord voor hoger. En dus wij hebben hoog, hoger, hoogst. En die mensen hebben alleen maar het woord hoog. Ja. Ja, dat is cultuur. Die talen die zijn arm vergeleken met een taal zoals Nederlands. En zo'n arme taal, die, dat zeg ik dan even, hè? Dat prikkelt de hersenen niet tot nadenken. Er is ook in Nederland vastgesteld dat er, of in Nederland, in de westerse wereld is vastgesteld dat kinderen het beter doen op school als er thuis in de boekenkast meer boeken staan. Alleen maar dat dus. Ze hebben gekeken naar schoolresultaten van kinderen. En dan keken ze dan naar allerlei dingen. Dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de kleur van het haar. Nou, dat maakt geen donder uit. Dan kan je kijken of ze bloemkaloren hebben of niet. Nou, dat maakt dus helemaal niet uit. Je kan ook kijken of ze... allerlei dingen kan je naar kijken. Dat maakt allemaal echt niet uit. Of je nou veel snoep eet of weinig snoep. Of dat je vader rookt of je moeder ook. Dat maakt allemaal niet zo gek wel uit. Maar wat opviel, wat veel uitmaakte, was het aantal boeken dat thuis in de woonkamer, in de boekenkast stond. Dat kan je vrij makkelijk meten. Je gaat gewoon even bij de kinderen op bezoek en je kijkt in de woonkamer, je telt een aantal boeken, schrijf je op. En dat gegeven samen met de schoolresultaten, dat doe je dan noteren. En met een statistische analyse wordt dan door de computer gekeken wat de significantie is. Op de computer rekent dat uit. Ik weet hoe dat moet. Statistiek was ooit een hobby van mij. Nou, en als je moeder en je vader een taal spreken waarin het woord woordenboek niet eens voorkomt, niet bestaat, ja, zouden die mensen dan wel boeken hebben? En dat is van invloed op je schoolresultaten. En ook is het zo dat het IQ, behalve dat het dan iets zegt over de mate waarin je puzzeltjes op kan lossen, waar je op zich niet veel aan hebt, Maar het blijkt dat mensen met een hoger IQ, die doen het beter op de arbeidsmarkt. En, heel frappant, ze zijn minder crimineel. Ze zijn minder asociaal. En Jared Taylor, die weet dat. Die laat zich niet zo uit over DNA, by the way, hoor. Maar hij weet wel dat, kijkend naar de Amerikaanse situatie, dat het IQ van de negroïde bevolking opmerkelijk lager is dan het IQ van de blanke bevolking. En dat allerlei pogingen van buitenaf door de overheid, die hebben niks opgeleverd. En ik denk dat dat niet inhoudt dat het dan toch door het DNA komt. Ik denk dat het aangeeft dat zo'n verandering niet binnen één generatie te realiseren is. En want het moet zo zijn dat de ouders, die moeten meer boeken in de boekenkast hebben. En dan gaan die kinderen op school dat beter doen. Dus die ouders die moeten die achterstand inhalen. En dan kinderen krijgen. Dus die ouders moeten als het ware het goede voorbeeld geven aan die kinderen. En als mama dat hele beperkte taalgebruik heeft, en dan kun je die kinderen wel een handje gaan helpen, maar het is mama die het moet gaan doen. Je ouders moeten het goede voorbeeld geven. En die kinderen helpen, dat zou op zich denk ik wel helpen, maar dat gaat dan pas helpen bij de volgende generatie van die kinderen. Dus als die kinderen dan weer kinderen gaan krijgen, dan hebben die kleinkinderen, zeg maar, ouders die dan misschien wel 3 boeken in de boekenkast hebben. En als die kinderen dat dan hebben gezien, dan krijgen die kinderen, dus die kleinkinderen, die krijgen dan misschien wel 10 boeken in de boekenkast. En zo gaat dat langzaam weer opbouwen. Ja, sowieso denk ik dat zo'n culturele gewoonte van geen boeken lezen, dat effect, en dat leidt dus tot een lager IQ. En een lager IQ leidt dus tot meer criminaliteit. Ja, dat heb je niet zomaar weggepoetst. Dat weten ze in Amerika. In Amerika wordt ook geroepen om, niet door iedereen hoor, maar door sommige mensen wordt er geroepen om gebieden waar alleen maar blanke mensen mogen wonen. Ze zijn het beu. Niet dat ze dan dat die zwarten dan maar weg moeten. Maar hier in Nederland mag je dat niet zeggen, hè? Die zwarte, dat is dan weer. Maar in Amerika mag je weer geen. Daar is nigger dan weer een probleem. En terwijl hier in Nederland mag je dan wel neger zeggen, maar geen zwarte. En in Amerika is het dan weer andersom. Hè? Maar mensen met relatief veel melanine van Afrikaanse afkomst. En ze willen eigenlijk een plek waar ze dan wel met z'n allen naartoe kunnen gaan verhuizen als ze dat willen. Want niet alle blanke mensen willen per se in een blank gebied wonen. Maar sommige blanke mensen die dat dan echt heel graag willen, die zouden dan daar naartoe kunnen verhuizen. En dan ook geen negroïde mensen daar meer bij dan. Terug naar alleen maar blanken. Ja, hier in Nederland, dat is het. Hier in Nederland daalt het aantal Nederlanders. Dat daalt nu met een tempo van, wat is het ongeveer? Ik schat dat het met iets van 35% per 25 jaar. En nu heb je in Nederland, schat ik, iets van 70% van de bevolking is Nederlands. En dan over 25 jaar is daar een derde van af. Dus dan is er ongeveer 21% van af. En over 25 jaar is de helft van de mensen in Nederland is van Nederlandse afkomst. En de bevolking van Nederland die groeit nog steeds. En dat komt door de immigratie. Naar Nederland komen per jaar ongeveer 100.000 mensen. Dat is best veel. Voor een klein land. Wij zijn het dichtst bevolkte land van Europa. En het op 3 na dichtst bevolkte land van de wereld. En ja, de hoeveelheid mensen in het dichtst bevolkte land ter wereld is aan het stijgen. Dus kan je je afvragen of dat wel te halen is. Te meer daar dat dus allemaal mensen zijn van buiten. Die de taal hier niet spreken. Die ook niks hebben met de geschiedenis en... Ja. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat mensen uit Marokko... Zo, dat ze denken dat hun voorouders de afsluitdijk en de deltawerken hebben gemaakt. En dat het slavenarbeid was. Ze zijn nog boos ook. Zie je nu ook met die Zwarte Piet discussie. Hè? Daar wordt ook die slavernij bij gehaald. Dat vind ik zo flauw. Hè? Kijk, de slavernij, dat was punt 1 een hele tijd geleden. En daar moet je een keer over ophouden. En slavernij, dat was... Ja, dat was toen iets, daar deed iedereen aan mee. En tegenwoordig is dat iets waar de westerse mens niet meer aan meedoet. Maar ik heb dus gehoord dat in Saoedi-Arabië... dat daar toestanden zijn met Filipijnse werksters. Dat zijn vrouwen uit de Filipijnen en die krijgen dan een leuke baan aangeboden in Saoedi-Arabië. Maar kijk je naar die arbeidsomstandigheden, dan doet dat denken aan slavernij. Die Saoedi-Arabiërs die hebben daar helemaal geen moeite mee. En toen de slavenhandel nog en de slavernij nog heel actueel was over de hele wereld. Toen deden de negroïde mensen er ook aan mee. Iedereen deed er namelijk aan mee. En wij blanken ook. En je zou kunnen zeggen dat wij blanken van de slavernij het meest economische succes hebben gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat wij de ergste slavendrijvers waren. Sterker nog, er zijn verhalen bekend van zwarte mensen die hun bestaan als slaaf een erebaan vonden. Er is opgetekend door een voormalige slaaf, en dat was dus nadat de slavernij officieel was afgeschaft. En toen was zijn baas, zijn meester... Die was overleden en die man die was heel verdrietig dat zijn baas overleden was. En hij zei, als ik zo dadelijk in de hemel kom, wanneer ik heen ben gegaan. Hè, en als ik in de hemel kom, dan ga ik als eerste op zoek naar mijn meester. En dan meld ik mij dat ik weer zijn slaaf wil zijn. Dus wij waren niet de ergste slavendrijvers. Saudi-Arabiërs die staan bekend als echte erge slavendrijvers. En wij blanken, wij zijn ook tot slaafgemaakten. Dus in Marokko zijn er kastelen gebouwd, paleizen gebouwd voor de koning door blanken. En dan heb je weer het punt van, als je dan, ik ga nu te snel. En nu dan die mensen die dan met die Zwarte Piet toestanden, dan lopen te zeuren over slavernijherinneringen. Die weten dit niet. En dat is weer het punt van het IQ. En dan gaan ze heel boos worden en dan heb je kick-out Zwarte Piet. Dat is oproepen tot geweld. Dat moet je niet doen. Vind ik fout. En het is erg... het is een blijk van het niet waarderen van de gastvrijheid van het gastland. Kijk, het is zo dat die mensen die naar Nederland komen, die komen hier omdat ze vermoeden dat ze het hier beter zullen hebben dan in het land waar ze geboren zijn. En één keer hier aangekomen, vinden ze dat ook. Ze zijn best tevreden. Dus ik ken iemand uit Marokko en ja, die woont al ettelijke jaren hier in Nederland en ja, die heeft geen baan, die heeft een uitkering. Hij heeft wel een heel huis voor zichzelf, waar een heel Nederlands gezin in zou kunnen wonen. Daar woont hij in zijn eentje. Best een leuke wijk. Hij heeft een huis met een tuintje. Hij doet niks met die tuin trouwens. En hij woont er dus heel ruim. Hij heeft 2 verdiepingen. Aardige man hoor. Hij kan hem mooi schilderen, vind ik. En hij heeft een tijdje gewerkt hier in Nederland als, noem je het, amanuensis of zo? Onderwijsassistent, zoiets. Maar ik weet niet waarom hij zijn baan is kwijtgeraakt. Ik weet het niet. En nou heeft hij een uitkering. Alweer jarenlang. Zijn Nederlands is niet echt heel goed. Ik kwam hem vaak tegen als ik in de kroeg was. En dan zei hij tegen mij, niet zo snel praten. Anders volg ik het niet. Terwijl ik niet echt heel snel praat. Maar... Kijk, die man die was op vakantie geweest afgelopen jaar naar Casablanca. Daar is hij geboren en opgegroeid. En hij zei, ik ben zo blij dat ik weer terug ben in Nederland. Casablanca is een puinhoop. Heel vies. Vies in de zin van vuilnis dat op straat ligt. Ja, mensen zetten daar het afval kennelijk op straat als ze afval hebben. Daar hebben ze er genoeg van. Dan nou, loopt iemand naar buiten en dan pleurt hij het afval langs de weg. En ja, dat wordt wel een keer opgehaald. En er zitten natuurlijk ook etensresten in. En dan gaat dan rotten en stinken. Dan krijg je ratten van. En... ja, men rijdt daar op brommetjes en motoren en auto's, dingen. En ja, die zijn allemaal niet... ja, dat zijn geen motoren, dingen zoals hier in Nederland. Ja. Dus hier gaat je auto naar de APK en dan wordt je uitlaatgas bijvoorbeeld wordt doorgemeten. En als jij te veel huppeltje pup in je uitlaatgassen hebt... nou, dan krijg je een aantekening op je keuringsbewijs. En dan mag dat niet meer. En in steden hier in Nederland geldt nu ook al dingen als diesel verboden dat diesels niet meer in de stad mogen. Omdat diesels veel fijnstof geven of roet of dat soort dingen. Ah, in Casablanca zijn ze zover nog helemaal niet. En daar is de lucht in de stad echt heel erg vies. Dus het stinkt naar het afval en er zitten allemaal roetdeeltjes in de lucht. Dus als je daar door de stad gaat lopen met je witte overhemd en dan kom je met een grijze overhemd thuis. Bij wijze van spreken dan, hè. Hij vond het in elk geval zo ontzettend vies daar, vergeleken met Nederland. Dat hij zei, ik wilde eigenlijk nooit meer naartoe op vakantie. Ik heb het gehad daar. Ja, en hier in Nederland, ja, het is te prefereren, hè. En ik las ook op het teletext, ja, via internet dan, dat op teletext heeft gestaan, dat er bij de daklozenopvang, dat er heel veel gezinnen zich aanmelden van buitenlandse afkomst. En die vallen dus niet meer onder de immigrantenwet, want anders zouden ze in een asielzoekerscentrum terecht kunnen. Maar ze hebben zichzelf gerepatrieerd, ze zijn teruggegaan naar het land van herkomst, om daar te ontdekken dat ze het in Nederland toch echt vele malen beter hadden. Dus toen zijn ze weer teruggekomen. Maar ja, ze hebben geen vluchtelingenstatus meer. Dus dan komen ze bij de daklozenopvang. En de daklozenopvang, die zit dus met heel veel dakloze gezinnen. En die zijn allemaal, het merendeel daarvan, van die dakloze gezinnen, dat zijn mensen van buitenlandse afkomst. Die toch terug willen naar Nederland. Eén keer Nederland geproefd, willen ze niet meer wonen in Irak. Of Syrië. Die kinderen willen dat ook niet meer. En Jared Taylor, die man die dus dat weten van die, nou, en ik noem het maar netjes cultuurverschillen. De blanke cultuur met bibliotheken en dat je vuilnis, dat mag je niet zomaar op straat zetten. Hier in Arnhem bijvoorbeeld wordt het vuilnis opgehaald op woensdagochtend. En dan mag je dinsdagavond vanaf 9:30 s'avonds of zo, mag je pas aan de weg zetten. En ik weet dat, want ik heb een keertje, dan was ik aan het opruimen en dat dacht ik 's middags van, nou kom op, ik zet het alvast neer. Huh? Was op een dinsdag. Ik heb wat morgen gehaald hoor. En toen kwam ik terug van de supermarkt boodschappen doen. Toen kwam ik terug en toen stonden er 2 mensen van handhaving. Die waren bezig om mijn vuilniszakken in een oplader te doen. En toen ben ik niet naar die mensen toegelopen van, hallo, ik ben degene van wie die vuilnisbakzakken zijn. Is er iets aan de hand? Ik dacht alleen maar van, oeps. En toen ben ik op internet gaan kijken en toen zag ik dus die tijd en denk, ja oké, dat wist ik dus niet. Ik dacht dat ik in het dinsdag aan de weg mocht zetten, want dat wordt woensdag opgehaald. Maar het is de dinsdagavond pas vanaf 9:30. Nou, dan kun je zeggen, Nederland is aan overgereguleerd. Maar ja, misschien dat je dat kan zeggen. Aan de andere kant, ik heb er geen moeite mee. En nu gaan ze met ondergrondse containers werken. En dan kan je ieder moment van de dag kan je, vuilnis in de container doen. Maar dan hebben ze weer het probleem dat ze dan met pasjes gaan werken. En ja. Zo is er altijd wel wat te zeuren. En ik denk wel dat Nederland overgereguleerd is hoor. Ze zitten de Nederlanders wel te pesten, dat vind ik. Want we zijn best netjes. Dat is de cultuur. We zijn heel netjes. Ik weet nog dat ik op vakantie was in Zuid-Frankrijk. In de Périgord. En toen reden we naar de hoofdstad van de Périgord. Die heet Perigueux. En dat begint dan met de buitenwijken van Perigueux. Dat is me toch een troep, joh. Oei, 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 oei. En mijn dochter, die was toen 6 of zo. En die zat achter in de auto en... weet ik veel, we hadden een cd'tje op met Sesamstraat. En ik zag al die bouwval en al die rotzooi. En toen dacht ik, ik hoop maar dat mijn dochter dit niet ziet, want ik vond het deprimerend. En dan kon je bij het centrum van Perigueux, ja, dat ziet er wel heel netjes uit. Er is niks op aan te merken. Maar die buitenwijken van Perigueux, nou, nou, nou. En het interesseert die Fransen niks, hè? Nou, de buitenwijken van Amsterdam, die zien er niet zo uit, hoor. Of van Rotterdam, of Arnhem. Echt niet. Zeg maar, niks, ja, alles deugt. Hetzelfde geldt ook voor Turkije, hè? In Turkije, daar was ik in 2011. Niet zo heel erg lang geleden. En dan was ik in Bodrum, dat is een toeristische stad. Nou, het asfalt, daar zaten gaten in. Er waren stoepen. Ja, er was soms een heel stuk stoep, was er helemaal niet. Dus dan liep je zo en dan stap je dus omlaag in zand. En dan liep je een stukje door het zand met besteentjes ertussen. En dan stapte je weer op de stoep en dan ja, liep je weer op de stoep. Was dus kennelijk tijdens een stortbui en een hele plens water komen stromen. En die had dus stukken van die stoep ja, half meegesleurd. En toen heeft de gemeente misschien gedacht van, nou ja, dan halen we die losliggende stenen maar weg en er zit er maar een gat in de stoep. Ja, best een opening in de stoep. Echt van links tot rechts, helemaal geen stoep meer, hè? Over een afstand van 1,5, 2 meter of zo. Oh ja, en heel veel... hadden ze een gebouw, was dan dat was verlaten. Maar dat was dan ook het enige. En het was maar een bouwval. En er stond niet eens een bord bij of zo. Van dit is een bouwval en het wordt opgeruimd. Of een hek eromheen. Want dat gaan we even... Nee. Dat is gewoon een bouwval. En dan het glas, de jeugd of zo hadden met stenen het glas helemaal aan het diggelen gegooid. En er is overal gebroken glas eromheen. En dan begint er natuurlijk de planten, ja, die groeien vrolijk door. Dus het overgroeit helemaal met groen en alles, maar het is één grote puinhoop. Autovrakken die gewoon op straat staan. Ja, dat heb je hier niet. Nou, maar dat heb je hier dan wel. Ja, heel veel Turkse mensen die hier naartoe komen. En nou, die wonen hier echt met heel veel plezier. Het is voor die mensen uit die landen echt geen straf om naar Nederland te komen. Maar ik denk dat als wij massaal zouden emigreren naar Turkije... ik denk dat wij niet zo blij zouden zijn, hoor. Want dat een hele hoop dingen daar zijn op een... ja, zoals die kapotte stoepen en die gaten in het asfalt. En... nee, dat zouden wij niet zo leuk vinden. Het is toch een andere cultuur, hè? En dat los je niet zomaar op. Ik zag dat ook aan. Ik was bij een Turks gezin en dat kende ik vrij goed. Hun kind zat bij ons kind in de klas. Nou, maar heel vriendschappelijk en heel leuk. We zijn bij die mensen 2, 3 keer thuis geweest. Ja, bij die mensen in de woonkamer, daar staat geen boekenkast. Nou, wacht, eerst stond er... hey, er staat wel een boekenkast, maar daar stonden geen boeken in. En wat fotolijstjes met foto's. En een stapel met post. En wat folders van de Aldi. Zo. Maar geen boeken. En die mensen konden wel Nederlands. Die vrouw die kon best aardig Nederlands. Haar man niet heel denderend. Maar waren wel vriendelijke mensen. En hun zoontje had een eetstoornis. Dat vond ik wel zielig. En Turkse mensen zijn toch al niet zo groot. En heeft zijn jongen ook nog een eetstoornis. In de zin dat hij dus niet at. Ja, dan groei jij ook helemaal niet. Die bleef echt achter. Dat wordt een klein mensje. En dat is niet leuk. Je gaat er niet dood aan, maar het is niet leuk. Alhoewel, nee, kleine mensen schijnen korter te leven. Ook dat nog. Waar hij nou die eetstoornis van heeft, dat weet ik ook niet. En Jared Taylor die zegt dat het opmerkelijk is aan het blanke ras dat het enerzijds veel beter dan andere rassen, of ja, soorten, moet je zeggen, cultuur, de blanke cultuur. Hij heeft het over ras hoor, maar dat wil ik even niet, het woord niet gebruiken. Dat vind ik niet zo belangrijk namelijk. Maar het is, je bent er zo gewoon om het te gebruiken. Maar de blanke cultuur, of de cultuur van de mensen met weinig, van de westerse mensen, maar de Caucasiër, van die soort mensen. Die cultuur die maakt hele fijne samenlevingen. Waarin goed gezorgd wordt voor de zwakkeren. Die vrij proper zijn, netjes, opgeruimd. Misschien wat veel regels. Ik mag dit ook al niet. Maar maatschappijen waarin mensen zich veilig voelen. En waar vrouwen na zonsondergang gewoon over straat kunnen lopen. In principe. En dat wij er helemaal geen moeite mee hebben dat onze maatschappijen, want dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dat geldt ook voor andere landen. We hebben er geen moeite mee dat die maatschappijen vollopen met mensen van buitenaf. Dat merkt Jared Taylor dan op. En dat zegt hij dan erbij van dat hij dus niet gelooft dat die massale emigratie wordt, dat er een regie is. Dat die wordt opgewekt, dat die wordt gestuurd, dat die wordt gestimuleerd. Dat gelooft hij niet. Maar ik geloof dat wel. Ik geloof dat die mensen hier naartoe gestuurd worden. Dat er opzet in het spel is. Kwade opzet. Maar dat kan ik niet zeker weten. Ik zie wel. Ja, Kijk, er is zo'n vrouw die heet Barbara Spectre. Dan schrijf je Spectre. Dus S-P-E-C-T-R-E. Barbara. En die heeft op de Zweedse tv gezegd dat Europa niet langer de hegemonie zal blijven, maar dat Europa divers moet worden. Dus Europa is niet langer van de Europeanen, maar moet eraan wennen dat het divers gaat worden. En zij zegt ook dat in dat proces dat Europa divers moet gaan worden, dan zegt ze dat het wordt een heel moeilijk proces voor de Europeanen. En, zegt ze dan heel opmerkelijk erbij, de Joodse mensen die zullen daar een belangrijke rol in gaan spelen. In de zin van begeleiden en in goede banen leiden en zo. En zij zelf is van Joodse afkomst. Dat interview met haar, dat filmpje, dat heeft een storm aan reacties opgeleverd. Vooral onder partijen à la Stormfront. Van die blank nationalistische mensen. Zie je wel, het zijn de Joden. En daar zijn er wel meer voorbeelden van. Ja. Ja, ik denk dat de paus erachter zit. En ik denk dat de paus de Joden gebruikt om een deel van het vuile werk te doen. Tjoh. De paus wil de baas worden. En het rare is dat hij dan de baas gaat worden van hele verdeelde gebieden. Want die diversiteit, dat is helemaal niet. Dat is niet positief. Het is niet positief voor de productiviteit. Dus wat moet je er dan mee, hè? Ik weet het ook niet, hoor. Wat je daarmee aan moet. Ik weet alleen maar dat het te gebeuren staat. En dat vind ik wel jammer. Ik vond het vroeger wel leuk dat je zo'n groot verschil had tussen Groningen en Friesland. En tussen die twee gebieden en het westen. En ik vind het jammer dat die verschillen nu zo, ja, het er allemaal niet meer toe doet. Dus in die zin is Nederland eigenlijk één pot nat geworden. En, ja. Ik vind Nederland niet meer zo leuk als dat het was. En al die buitenlandse mensen hier. Nou, ze hoeven van mij niet weg, hoor. Dat zou je mij niet over horen. Maar ik vind het niet. Ik vind het niet per se leuk. En ik heb ook met buitenlandse mensen daarbovenop. Heb ik met buitenlandse mensen ervaringen gehad. En die waren helemaal niet leuk. Waren vervelende ervaringen. Ervaringen die veroorzaakt worden door taalproblemen. En door het feit dat die mensen een laag IQ hebben. Dus je moet oppassen met wat je tegen ze zegt. En ze hebben een heel raar beeld van de historie van Nederland. Hè, met dat gebied van slavernij en. Ze geloven allemaal dingen die er dan helemaal niet te doen, die helemaal niet waar zijn. En dan gaan ze ons een beetje raar op aankijken. Ja, jullie zijn de voormalige slavendrijvers. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Maar ik weet niet wat je er nou aan kan doen, hoor. Dus, Ik weet dat je levenshouding, die is belangrijk. En je levenshouding, voor zover die belangrijk is, gaat het niet om het verzamelen van materiële spullen. Mooi huis, dat was dingen, een grote auto. Een vrouw met fijne borsten. Een mooi dik haar. Nee, dat telt allemaal niet. Hè. Kijk, jij als mens, je moet leven dusdanig dat jij, in het christelijk dogma gezegd, hè, dat je het oordeel wat geveld zal worden over je leven, dat oordeel positief zal zijn. Je moet je houden aan de wetten van Mozes, om maar te beginnen. En je moet Christus accepteren als zijnde het lam van God wat gestorven is voor jouw zonde. Je moet dat verhaal begrijpen. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste wat jij in je leven voor elkaar moet krijgen. En als je dat in je leven voor elkaar hebt gekregen, dan weet je ook wel wat wat je moet doen. En zo moet je gaan leven. En dat moest je toch al, dus ja. Wat maakt het dan eigenlijk uit dat die massale immigratie er is, hè? Dat is eigenlijk hoe ik erover denk. Dus dat maakt eigenlijk niet zo gek van uit. Kijk, ik was gehecht, ben gehecht, maar het komt toch niet meer terug. Ik vond het echt leuk dat je zoiets als suikerbrood, dat kon je alleen maar kopen in Friesland. En ja, toen kwam er een tijd en dan kon je het eigenlijk overal in Nederland kopen. En tegenwoordig kan je het weer bijna nergens kopen vanwege de economische teruggang. Ja, dat vind ik wel jammer. Dus Nederland is een stuk armoediger geworden. Het is niet meer zo divers in het aanbod van spullen in de winkels, hè? En dat is jammer. Maar ja, het is niet verschrikkelijk natuurlijk. Ik heb nog steeds te eten. En ik heb een leuke woning. En, ja, ik ben wel blij. En dat geldt denk ik voor veel mensen, dat ze heus nog wel wat te makken hebben. Genoeg om van te eten en een dak boven je hoofd. Aardige buren. Het ging toch niet om het materiële bezit in het leven. En in zekere zin... Wij hebben hier in Nederland echt wel een stuk van onze moraliteit verloren. En daar is niemand anders schuldig aan dan wij zelf. In de jaren 60 begon dat gedoe met vrije liefde, vrije seks. En het feminisme en al die andere onzin. Drugsgebruik. Ja, daar hebben wij zelf voor gekozen. Tja. En dan kan je nou altijd zeggen, ja, maar het was de paus die dat allemaal heeft ingeslingerd. Ja, dat is ook zo. Maar wij zijn ermee akkoord gegaan. Wij hebben dat niet afgewezen. En neem zo'n schrijver als Jan Wolkers. Of Maarten het Hart. Die boeken die gingen als warme broodjes over de toonbank. Waarom betaalden wij voor die rotzooi? Ja, toch? Ik weet nog dat ik op school in de klas zat en dat in het kader van, was het? Nederlands of zo. Ja, denk ik wel. En toen moesten we een verhaal lezen en of dat werd in de klas klassikaal gelezen. En het heette Serpentina's Petticoat. En er was een verhaal van Jan Wolkers en het kwam er in het kort op neer dat er was iemand overleden en die lag opgebaard. En die moest een lijkwade aan. En er was een probleem met die lijkwade. En toen was er maar besloten dat de petticoat van Serpentina... Dat is natuurlijk een beetje een rare naam voor een vrouw. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zat, het verhaal in elk geval. Maar dat kledingstuk van Serpentina... Dat was dan om dat lijk heen gehesen. Getrokken. En ergens stond er nog in dat de mond van dat lijk, die mond die hing een beetje open en die tong die stak tussen de tanden door als de kop van een kleine hagedis. Zoiets. En toen vroeg de leraar, dat was een vrouw, en die leraar die vroeg... Wie van jullie vindt dit verhaal te stuitend? En toen stak ik als enige mijn vinger op. Ik vind nog steeds dat dat niet kan. Ja. En ik heb daarna wel films van... Ik heb nog een film van Jan Wolkers gezien. Die film Turks Fruit. Nou, een walgelijke film. En ik heb nog wel een keer een boek van hem proberen te lezen, maar... Nee, van rotzooi. Maarten het Hart, zelfde laken het pak. En ook Maarten het Hart, het is een een travestiet. Zo iemand en die loopt graag in vrouwenkleren. Die man is ziek. Als je een vrouw als man wil je in een jurk gaan lopen, dan heb je een gaatje in je hoofd. Heb je niks beters te doen, denk ik dan? Je kan ook zeggen dat het niet meer dan terecht is dat wij onze cultuur kwijt zijn geraakt. Want wij deugen helemaal niet. Dus we maken het dan uit dat wij volstromen met mensen van buitenaf. Snap je? In die zin moeten wij niet zeuren. En het gaat nog een stuk erger worden met Nederland, hoor. Zo. Want dat de paus erachter zit, dat weet ik zeker. Dit is precies wat de paus zou doen, namelijk. Hè, de paus is bezig om... niet zozeer alleen die man. Die man is... Het gaat om de organisatie van de paus. Er is een organisatie en die zegt dat er een geestelijk leider moet zijn van de wereld. En als je maar een geestelijk leider hebt, dan komt alles eens goed. Alle geloofstromingen, denominaties heet het ook wel, die vallen dan onder de paus. En dan denk je, nou, dat is toch alleen maar goed. Dan heb je één religie en dan kan je nooit meer ruzie krijgen over religie. Ja. Nou, het punt is, daar zit een politieke agenda achter. En het gaat over het installeren, het belasting, daar gaat het om. Meer niet. Het gaat om geld. Zij willen de baas zijn en nooit meer hoeven te werken. En wij zijn hun slaafjes. Net als vroeger in Babylon. Het is Babylon namelijk. Vroeger had je dus zo'n stad daarin, wat we nu Irak noemen, en die heette Babylon. En daar had je dus een elite, 1% van de bevolking. En die hadden het voor het zeggen en de rest, dat waren slaafjes. Ja, dat vonden ze ideaal. Die 1%. En ja, er waren hele grote gebieden van de wereld en daar gold dat helemaal niet. Daar waren mensen vrij. En ze zijn die gebieden één voor één gaan onderwerpen. En het doel was om de hele wereld te onderwerpen. Nou, en het makkelijkste kan je een gebied onderwerpen wat onderling verdeeld is. Dus ze spelen het spelletje verdeel en heers. En daarom worden wij volgepompt met al die culturen. Die onze taal niet spreken. Die onze achtergrond niet kennen. En wij kennen hun achtergrond niet. En die mensen hebben ook helemaal niks met Nederland. Die komen hier puur naartoe voor het materiële benefiet. Ik ken het verhaal van een vrouw en die heeft een man ontmoet. En die kwam uit Ethiopië. En zij had al 3 kinderen. En dat huwelijk was op de klippen gelopen. Ik weet niet door wie, misschien wel door haar. En die kinderen waren al volwassen. En die man die wilde nog zo graag kinderen met haar. Nou, toen heeft ze dus met die man nog seks gehad. Toen werd ze zwanger. En toen kreeg ze een 3-ling in 1 keer. Nou, en toen ze zwanger was, toen ging het heel goed met het aanvragen van de verblijfsstatus van die Afrikaan. Want die kon in 1 keer zeggen, ja, ik ben de vader van 3 kinderen. Dus die kreeg zijn Nederlanderschap. En daarmee was hij vertrokken. Die man heeft zich geen seconde bekommerd om zijn nakomelingen. Daar was het hem helemaal niet om te doen geweest. Die vrouw die zei tegen mij, ja, achteraf kon ik me wel voor mijn kop slaan. Natuurlijk was dat zo. Dat geldt zo voor die mensen, zei ze ook. Zo denken die mensen. En wat wij hier een minimuminkomen noemen. En van, nou, dat is niet veel hoor, dat is geen vetpot. Dat voor die mensen, zei ze. Dus dat is een kapitaal. Een verblijfsvergunning, als je een verblijfsvergunning hebt, zeker in die landen, als je daar dan thuis vertelt dat jij een verblijfsvergunning hebt voor een Europees land, ben je rijk en stinkert. Dus dat willen ze. Dat is voor hun, zeg maar, het hoogste wat je kan bereiken in het leven, qua materieel bezitten. Tja, zei ze. Hoe heb ik zo dom kunnen zijn? Ja. En voor ons, ja. Het wordt niet leuker, dat weet ik wel. En je ziet het aan de economie dat die aan het afnemen is. En hier in Arnhem het aanbod in de winkels, dat is... ja, dat neemt duidelijk af. 6 jaar geleden kon ik hier op, bij de supermarkt... kon ik nog verse basilicum kopen. Gewoon zo'n potje basilicum. Had ik zo'n bloembakje hier op mijn balkonnetje. En, daar zet ik het dan in en dan groeit het lekker nog een tijdje door. En daar kon ik ook met koriander en bieslook en dat soort dingen. Dat kan ik nu niet meer halen in de supermarkt, hoor. En meer van dat soort dingen. Dat is niet meer te koop. We hadden hier in Arnhem een hele grote groentewinkel. Dus die is weg. We hadden een viswinkel hier en dan moest je op koopavond en op zaterdagen en ook andere dagen moest je een nummertje trekken. Dat is al heel lang niet meer. Als je daar binnenkomt in die winkel is er nog wel. Maar je wordt gelijk geholpen. Dat is natuurlijk wel fijn aan de ene kant en aan de andere kant maakt dat iets duidelijk. Hè? En de paus gaat lekker door. Die economie brengt die verder omlaag, dus... Die btw-verhogingen die wij krijgen, het gaat wel heel sluimerend, maar die btw gaat nooit omlaag. Het gaat alleen maar omhoog. En dan doen ze dat hoge tarief weer omhoog en dan gaan ze het lage tarief weer omhoog. En over een tijdje gaat het hoge tarief weer omhoog. Ga daar maar vanuit. Ik ontdekte ook dat ik betaal iets van €25 in de maand... aan mijn variabele kosten voor de elektra. Je hebt je vastrecht en je hebt natuurlijk ook nog gas en zo... maar kijk ik alleen naar elektra en dan de variabele kosten. Dus het aantal kilowattuur en dan keer zoveel centen. Het 2/3 van dat wat ik betaal... zeg maar voor het gemak even €20... 2/3 daarvan... Dat is toch zo'n, bijna, ik heb het uitgegeven, was iets van €14 in de maand. Dat is belasting. Dus als die belastingen er niet zou zijn, dan zou ik niet €20 in de maand betalen voor mijn stroomverbruik. Want ik verbruik niet zoveel. Maar dan zou ik maar €6 in de maand betalen. Scheelt €14. Dat is gelijk mijn uurloon. Dus 1 uur... dat ik in de maand werk, dat is puur om de belasting te kunnen betalen die geheven wordt over mijn energieverbruik. Nou, dat is niet rechtvaardig, vind jij wel? En zo worden wij stapje voor stapje naar de afgrond gebracht. Knoop het in je oren en van achteren en van voren. En hou goed in de gaten dat het materiële in het leven, dat is niet waar het om gaat. En waar het wel om gaat, is dat jij inziet dat je dankbaar moet zijn voor het feit dat je leeft. Daar ga ik het de volgende uitzending over hebben. Ja? Nou, dit was over de theorie achter de massale immigratie. Ik heb het dus gehad over dat culturen echt verschillend zijn. Dat IQ heel verschillend is per cultuur. Dat een lager IQ leidt tot meer criminaliteit. Oh, een vriend van mij die heeft in de gevangenis gezeten. Die is nu helemaal op het rechte pad, maar die heeft in de gevangenis gezeten. En hij zei tegen mij dat het hem daar opviel... dat in de gevangenis helemaal geen mensen zitten van Aziatische afkomst. Nou, dat is nou precies wat ik dus Jared Taylor ook zou zeggen. Aziatische mensen hebben het hoogste IQ ter wereld. En zijn dus het minst crimineel. Snap je? En het mixen van die culturen, dat gaat niet zomaar. En ook in de Nederlandse gevangenissen Het aantal buitenlandse mensen hier in Nederland, dat is er misschien een derde, denk ik. Maar in de gevangenis is 3/4 is van buitenlandse afkomst. Dus ze zijn veel criminelen. Ja, dit is heel slecht voor onze samenleving. Nou, wij accepteren het. Dat is het andere ding, dat zei Jared Taylor ook. Dat zit in ons ingebakken, we vinden dat helemaal niet erg. En we zijn ons niet bewust dat we heel langzaamaan zo naar beneden gaan. En die buitenlandse instroom, die kost heel veel geld, ook nog een keer. En daarbij trekken ze de belastingdruk omhoog. Elk jaar. Kleine stapjes, met percentages. Maar het gaat hier en het gaat daar en het gaat zus en het gaat zo. De waterschapsbelasting gaat omhoog, de gemeentebelasting gaat omhoog. En overal is het een paar procentjes erbij. En daar worden wij heel arm van. Ja, ga er maar eens over nadenken wat dat op gaat leveren. Ja? Nou, hou je taai, zou ik zeggen. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.